Mijn naam is Luc Peters. Ik ben medezaakvoerder samen met mijn broer van drukkerij uitgeverij Boekhandel Peters in Leuven. Wij zijn van in het begin een drukkerij uitgeverij en boekhandel geweest die zich vooral richten naar het wetenschappelijk publiek. In het begin waren we een typodrukkerij. We werkten met loodzetwerk. Mid jaren 70 hebben we de omschakeling gedaan van lood naar offset. Ook op dat moment hadden we dus nood aan fotozet. En het fotozet is verder uitgegroeid naar het digitaal zetwerk, DTP. Begin jaren 2000 kregen we meer en meer de vraag om kleinere oplages te doen. We kregen ook de vraag naar veel meer titels. En op dat moment was het offsetprocedé het enige dat onze kwaliteitsnorm bereikte. 4-5 jaar geleden hebben we de beslissing genomen van kijk, voor ons is offset eindig. We gaan moeten overschakelen omwille van de markt vraag van kleinere oplages, van meer titels, van makkelijker te kunnen bijdrukken, van vlugger kunnen inspelen op een aantal tendensen, moeten we naar digitaal drukwerk overgaan. Bij boeken, zeker van de productie, heb ik altijd van kleins af aan geleerd van mijn papa hoe dat een boek juist ineen zit, hoe dat een katerne juist moet zitten, wat er moet gebeuren als je een boek open doet, dan moet dat mooi open blijven liggen. Dus ik merk ook wel dat als ik boeken vastneem, het eerste wat ik doe is naar de rug kijken, hem eens openslaan, zien of dat die vorm goed is, dat dat boek juist aanvoelt in de handen. Zeker in een veranderende industrie waar dat, de kwaliteit misschien soms wat minder belangrijk wordt, proberen we dat toch nog wel altijd echt bovenaan te zetten. En merk ik ook in mijn eigen handelen dat ik het heel belangrijk vind dat als ik een boek verkoop of als ik een boek laat zien aan een auteur of in een congres, dat ik ook weet dat is een degelijk boek. Dat gaat niet binnen een week, gaan daar geen blaren uitvallen. Binnen 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 100 jaar hopelijk kunnen mensen nog altijd die boeken gebruiken als naslagwerken. En dat is toch voor ons nog altijd heel belangrijk. We hebben die digitalisatie, dus de omschakeling van de drukkerij, in twee stappen gedaan. We hebben eerst een kleine lijn geïnstalleerd. Vervolgens hebben we een grotere, snellere lijn geïnstalleerd. Op dat moment, toen we aan die tweede stap bezig waren, is Xycom in beeld gekomen. Waar waren we naar op zoek? Niet de snelheid is het belangrijkste, maar wel de kwaliteit. Dat was belangrijk. Dus we hebben een aantal spelers gebenchmarkt en we hebben gezien dat prijs-kwaliteit, serviceniveau, Xycom voor onze applicatie er zeer goed uit. We willen een kwalitatief goed boek met een kwalitatieve goede inhoud op een kwalitatief goede manier bij de mensen brengen.